Wat ben je hier in vredesnaam allemaal aan het doen? Een wereldrecord autopoetsen neerzetten. 48 uur onafgebroken. Dat Rick van Stipend een opmerkelijke band met auto's heeft, is wel duidelijk. Afgelopen jaar bouwde Rick de bekende auto uit Vlodderna. En niet lang daarna crashte hij nog met deze peperdure Lamborghini. Nu wil hij graag in het Guinness Book of Records komen. Ja, ik dacht een keer een hele leuke uitdaging, een zware uitdaging. Ik ben natuurlijk als 12-jarig manneke echt gestart met het poetsen van auto's. En inmiddels best wel een grote zaak. En ik wilde eigenlijk weer terug naar de basis. En ik dacht, als ik nou zoiets doe, dan laten ze me allemaal lekker met rust. En dan kan ik gewoon 48 uur onafgebroken doen waar ik eigenlijk goed in ben. En nog leuk vind ook. Waarom ga je hier in vredesnaam zo lang zitten? Ja, ze verklaren me sowieso voor gek. Ja, dat is logisch. Maar ja, weet je wat het is? Als je zelf kan poetsen, dan ben je nog langer bezig. En het resultaat is minder als wat Rick voor elkaar krijgt. Ja, om Rick te steunen. Hij wil 48 uur halen en ik wil het poetsen auto. Hij doet heel veel voor andere mensen. Ja, nu ook doet hij wat voor mensen die hier komen. En dan maakt niet uit of je hier lang wacht of kort wacht. Dan komt er vanzelf aan de beurt wanneer hij jou kiest. Maar jij hebt hier dus de nacht doorgebracht. Ja. Hoe dan? Als ik zo op de tuin ben, ga ik ook gelijk slapen, kijk ik het idee. De actie is inmiddels geslaagd en Rick heeft een plekje in het Guinness Book of Records veroverd.